kinderen tot mij komen. Niemand mag ze hinderen, want de poorten van mijn rijk staan voor kinderen open. Laat ze allen groot en klein bij mij binnenlopen. Laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Laat de mensen tot mij komen, houd ze toch niet tegen. Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open. Als ze aan hun kind gelijk bij mij binnenlopen. Goedemorgen jongens en meisjes. Welkom bij deze hele nieuwe aflevering van Laat de Kinderen Tot Me Komen. Mijn naam is zuster Cheryl van Eer en ik ben blij dat ik er weer mag zijn om jullie ook vandaag weer een heel mooi, spannend, maar meer nog een belangrijke boodschap te geven van de Heer Jezus. Ja, we gaan leren uit de Bijbel. Je weet, de Bijbel is het woord van God. Daar staat het geschreven, wat de Heer Jezus zegt. Via de Bijbel, via de Bijbelverhalen, praat de Heere God tot ons en leert hij ons hoe we moeten leven als kinderen van hem. Daarom is het heel belangrijk dat je dus ook luistert naar die verhaaltjes. En niet alleen luistert hoor en daarna ze vergeet. Nee, maar de boodschap die je krijgt uit deze verhaaltjes, dat je die mag meenemen in je hart en dat je daarna mag leven. Ik ben heel blij dat ik er vandaag weer bij jullie mag zijn. Ik ben ook blij dat de Heer Jezus me daartoe de gelegenheid gegeven heeft. Laten we hem daarvoor daarom danken. Dus als je even eerbiedig zit, je handen vouwt en je ogen sluit, dan gaan we hem danken voor deze dag. Danken dat ik er mag zijn en ook vragen om ons te helpen om goed te luisteren en de boodschap van vandaag goed te begrijpen. Eerbiedig. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor dit moment. Dank u wel, Heer Jezus, dat we ook vandaag weer in staat zijn, Heer, om te luisteren naar een verhaal uit uw woord. Heer God, ik dank u wel dat ik vandaag dit verhaal aan de kinderen, de kijkers, de luisteraars mag vertellen. Heer Jezus, ik bid u dat u hier aanwezig bent. Heer God, dat u me vult met uw Heilige Geest en dat u de woorden op mijn tong legt, opdat ik alleen mag spreken wat u wil dat ik moet spreken. Vader in de hemel, neemt u ook alle kijkers, alle grote en kleine kinderen in uw handen. En ik bid u, Vader in de hemel, dat u ze rustig maakt. Dat u ze helpt om hun hart en hun oren open te maken, maar meer nog hun hart open te maken. Om met de boodschap die ze vandaag kunnen krijgen, die belangrijke boodschap, dat ze dat mogen bewaren in hun hart en daarna mogen leven. Dank u wel, Vader, Zoon en Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Jericho had muren van meters dikke steen, maar God zei tegen Israël, je komt er wel doorheen. Ze bliezen op de horen en sloegen op de trom. Ze juichten voor de Heere in zijn heiligdom. En de muren van Jericho, de muren van Jericho, vielen om. De muren van Jericho, de muren van Jericho. Misschien heb jij zo'n Jericho, een levensgroot probleem. Het lijkt alsof het muren heeft, je komt er niet doorheen. Dan kun je Jezus danken dat hij het overwon. En juichen voor de Heere in zijn heiligdom. En de muren van Jericho, de muren van Jericho, vallen om. De muren van Jericho, de muren van Jericho. Jongens en meisjes, jullie hebben vorige week een verhaal gehoord. En ik heb jullie even een reminder gegeven met het lied dat jullie daarnet hebben gehoord. Ja, dat lied over Jericho. Dat lied zegt, de muren van Jericho vielen om. Kan je nog herinneren wat zuster vorige week hier vertelt? Over Jozua en Jericho. Ja, de
De Heere God had aan de Israëlieten gezegd dat ze het land zouden veroveren. Maar weet je, Jericho, die stad, had zulke dikke muren. En die Israëlieten waren helemaal in paniek. Hoe gaan we naar binnen komen? De Heere God heeft gezegd dat we dat land gaan krijgen. En nu zulke dikke muren. Hoe gaan we naar binnen gaan bij dit land? Nou, de Heer Jezus die heeft voor alles gezorgd hoor, dat kan ik jullie zeggen. Hij heeft tegen Jozua gezegd dat ze dus bepaalde opdrachten moeten uitvoeren. Dat heeft zuster verteld. En aan het einde, toen ze hebben gelopen om die stad, die muren, moesten ze heel veel kabaal maken. Niet gewoon kabaal gillen hoor, nee. Ze moesten de Heer loven en hem prijzen. Ze moesten zingen voor hem en dansen voor hem en muziek spelen voor hem. En wat gebeurde er toen? Ja, die dikke muren van Jericho, die vielen om. En zo konden de Israëlieten naar binnen gaan. En zo konden ze de stad veroveren. Wat de Heere God had beloofd. Want hij had beloofd dat hij de Israëlieten tot een rijk volk zou maken. Dat ze veel land zouden hebben. Weet je, belangrijk. Een hele belangrijke boodschap had de Heere God ze ook gegeven via Jozua. Als jullie in de stad Jericho gaan, dan mogen jullie niet de dingen van de mensen meenemen. Hij heeft gezegd dat alles dat je vindt in die stad, moet je meenemen en je moet het brengen naar de tent van Jozua. Want alles gaat daar gesmolten worden en begraven worden. Als je een kind van God bent, moet je gehoorzaam zijn, ja. Dus alle mensen die gingen om te veroveren, brachten alles wat ze hebben gevonden naar de tent van Jozua. En weet je, toen Jozua, dat is in deze plaat, kan je zien dat ze bij Jozua aankwamen en allemaal dus dat wat ze hebben gevonden brachten voor hem. Het was veel hoor, het was goud, het was zilver, het was zijde, dat was een hele dure stof. Een heleboel dingen hebben ze gevonden. Weet je, op een gegeven moment heeft de Heere God aan Jozua gezegd, Jozua, ik ga jullie ook sturen naar een andere plek. Die plek heette Ai. En dat was niet zo ver van Jericho hoor, als je op dat plaatje ziet. Het was niet zo ver van Jericho. En Jozua zei tegen de Heere God, oké. Hij stuurde toen verspieders, dat zijn dus mensen die gaan kijken wat er daar gebeurt. Je ziet, ze gingen eigenlijk toch wel. Snel waren ze daar. Hij stuurde verspieders naar die plek. Om te gaan kijken wat er allemaal daar was in die stad Ai. En die verspieders die gingen. En die verspieders zagen dat 1, die plek is niet zo ver. En 2, er zijn niet zoveel mensen. Dus die verspieders kwamen terug en ze gingen naar Jozua. En ze vertelden aan Jozua wat ze gezien hadden. Ze zeiden, Jozua, weet je, die stad is niet zo groot hoor. Er zijn maar misschien zo'n 2000 mensen daar. Dus we hoeven niet met ons hele grote leger van 10.000 mannen te gaan. Nee, als we met ongeveer 3000 mannen gaan, dan kunnen we die stad Ai wel veroveren. En Jozua heeft gezegd, oké, ik vertrouw jullie. Dus hij gaf die soldaten, die verspieders, gaf hij dus toestemming om ongeveer 3000 mannen te brengen naar die stad Ai. En ja hoor, zo gingen die Israëlieten, ongeveer 3000, gingen ze dus naar de stad Ai. En toen ze daar aankwamen, want weet je moet je voorstellen, ze hadden zo net, niet lang terug, hadden ze de stad Jericho veroverd, een grote stad met grote dikke muren. Dus die Israëlieten waren confident. Ze dachten, ja, makkelijk, niet zoveel mensen. Dus Jozua heeft ongeveer 3000 mensen gestuurd naar de stad Ai. En die soldaten gingen naar binnen en ze begonnen te vechten. Maar weet je wat er toen gebeurde? Die mannen van Ai, die soldaten van dat stadje Ai, die begonnen te rennen achter die Israëlieten. Ze begonnen ze te pakken en ze hebben zelf een paar doodgemaakt. Meer dan 30 hebben ze doodgemaakt. Wat denk je dat die Israëlieten deden? Die Israëlieten werden bang. Want ze dachten, zo weinig mensen zijn er in deze stad. Wij zijn met goede, sterke soldaten. Hoe kan het dat die mensen achter ons rennen? En dat driekwart van ons leger is weggegaan.
Dus op een gegeven moment dachten die Israëlieten, weet je, laten we maar weggaan. Nou, dus ze vluchten, ze renden weg. Ze gingen terug naar Jozua. Een heleboel van ze, bebloed, moe, hadden pijn, hadden wondjes. En weet je, ze dachten, boy, dit is niet hetzelfde als toen we bij Jericho waren. Iets klopt niet. De Heere God heeft ons gezegd dat hij ons die stad gaat geven. Nu komen we daar aan, dan rennen die mensen van Ai achter ons. En verliezen we de strijd bijna. En weet je, ze gingen dus naar Jozua. En Jozua, die ging dus voor de ark die ze dus hadden voor de Heere God, van die tabernakel. Die ging zich dus buigen voor die ark en bidden tot God, want God was in die ark. Die ark hadden ze gebouwd. Ik weet niet, als je kan herinneren dat verhaal van de woestijn, dat ze die ark hadden gebouwd voor de Heere God en dat hij woonde in die ark. En ze gingen roepen tot God, Heere God, wat heeft u gedaan? Wat hebben we gedaan dat we deze strijd niet hebben gewonnen? Het is eigenlijk een makkelijke strijd. En weet je, ze hadden zoveel verdriet, dat ze niet alleen gewoon zich bogen voor God, maar ze begonnen zelf zand over hun hoofd te gooien. Ze riepen tot God en ze zeiden, Heere God, hoe kunt u die Amorieten ons laten doodmaken? Huh? We hebben zoveel, die mensen hebben zo verteld over hoe we Jericho hebben veroverd. Als die grote steden zoals Kanaan horen wat er is gebeurd met ons, gaan ze komen en ze gaan ons allemaal doodmaken. En Jozua begon te huilen en zei, Heere God, hoe? En weet je, de Heere God zei toen tegen Jozua, hij sprak tot Jozua. Hij zei, Jozua, sta op. Lig niet daar te huilen. Ik ga je vertellen wat is gebeurd. Ik heb duidelijke instructies gegeven wat die Israëlieten moeten doen toen ze de stad Jericho hebben zijn binnengetrokken. Ik had het gezegd, maar wat moesten ze ook alweer doen? Ja, alles dat ze hebben gevonden moesten ze brengen naar Jozua. Ja, dat moesten ze doen. Toen zei de Heere God tegen Jozua, maar weet je, iemand onder het volk heeft gezondigd. Die heeft dat niet gedaan. Oh, zonde is niet van de Heere God. Vindt de Heere God zonde leuk? Nee hoor. En als ik even een paar zonde mag noemen. Jokken. Ongehoorzaam zijn. Stelen. Uitschelden. Ja, maar ook aan lelijke dingen denken hoor, is ook een zonde. Vindt de Heere God echt niet leuk? Weet je, de Heere God zei toen tegen Jozua, een van die mannen van het volk van Israël heeft niet geluisterd, is ongehoorzaam geweest en heeft dingen gestolen. Zie je zoveel dingen? Ongehoorzaam geweest, heeft gestolen. Hij is naar Jericho gegaan en heeft niet alles van wat hij heeft gevonden gebracht hier voor jou om te begraven. Nee, hij heeft het meegenomen naar zijn huis. En daarom heb ik jullie deze overwinning gegeven. En Jozua die luisterde heel goed naar wat God hem zei. En weet je, Jozua kreeg de opdracht van God om deze man te vinden. Jozua was eigenlijk een man die heel veel van de Heere God hield en ook deed wat de Heere God van hem vroeg. De Heere God gaf hem daarom ook wijsheid. En zo heeft hij wijsheid van God gekregen om die persoon te vinden die dus dit had gedaan, die ongehoorzaam was geweest en die heeft gestolen. De volgende morgen zei Jozua tegen het hele volk, luister, iemand onder jullie heeft gezonden en we gaan uitvinden wie. Weet je, het volk Israël bestond toen uit 12 stammen. 12 stammen. En wat deed Jozua? Hij liet iedereen, elke stam liet hij komen. Stam voor stam. Dus eerst die stam van, ja, die stammen kwamen dus uit de kinderen van Jacob. En zo hadden ze dus allemaal hun eigen naam. En stam voor stam moesten ze naar Jozua gaan. En terwijl ze bij Jozua waren, bad Jozua tot God, zodat God hem kon laten zien wie degene was die die dingen had gestolen. En zo ging het door. De eerste stam kwam, de tweede stam kwam. En op een gegeven moment, toen hij kwam bij die stam van Juda, toen zei de Heere God, iemand uit deze stam.
Hij riep de stam Juda bij elkaar en toen liet hij ze komen familie voor familie. Je weet toch, je hebt allemaal een familienaam. En elke familie moest dus komen. Familie A, familie B, familie C. En elke keer als er een familie bij hem kwam, toen bad Joshua weer. En ja hoor, Joshua kreeg van God het sein dat de familie van Sarah degene was waar die persoon was die dat ding had gestolen. En ja, jouw familie is misschien ook groot. En die familie van Sarah was ook groot. Dus toen liet Joshua nu gezin voor gezin zich bij hem komen. En op een gegeven moment, gezin 1 kwam, gezin 2 kwam, gezin 3 kwam. Dus je kan je voorstellen hoe lang ze bezig waren. Hè? En ja, toen ze bij het gezin van Zimri waren, toen zei de Heere God dat dat gezin de persoon had die dus eigenlijk die dingen had gestolen. En het was niet weinig hoor, je gaat horen wat het allemaal was. En toen dat gezin van Zimri kwam, moesten alle mensen van dat gezin één voor één naar voren komen. En ja, toen iedereen naar voren kwam, was Achan degene waarbij de Heer God aan Joshua zei, hij is het. En Joshua vroeg aan Achan, Achan, je bent ongehoorzaam geweest. Je hebt gezondigd tegen de Heere God. En Achan, die kende de Heere God natuurlijk. En die wist hoe groot en machtig de Heere God was. En dat de Heere God niet jokte. En Achan, die viel voor Joshua neer. En hij begon te huilen. Hij zegt, Joshua, ja, ik heb gezondigd. Ik was in een van die huizen in de stad van Jericho. En ik vond een hele mooie mantel. Helemaal mooi met diamanten erop. En daarbij was er ook een blok zilver en een blok goud. En weet je, ik heb het niet gebracht voor je. Ik heb het thuis bewaard in mijn tent. Ik heb het begraven en andere dingen erop gezet. Was dat wat Achan moest doen? Nee. Achan die was ongehoorzaam geweest. Soms zijn wij ook ongehoorzaam, hè? Soms doen we niet wat mama of papa of oma of misschien zelfs de juffrouw aan ons heeft gezegd. Soms willen we doen wat we willen. Soms doen we niet eens wat we willen. Soms doen we gewoon echt het verkeerde. Mama heeft gezegd, je moet na school direct naar huis komen. Maar je vrienden die gaan wandelen. Je vrienden die gaan misschien op de hoek staan. Je vrienden die gaan misschien naar de speeltuin. Terwijl je weet dat mama heeft gezegd dat je naar huis moet gaan, ga je met ze mee. Mama heeft je misschien busgeld gegeven of geld om eten op school te kopen. Maar jij denkt bij jezelf, nee hoor, mijn vrienden gaan toch naar Wally's. Ik ga ook Wally's kopen. En heb je daarna misschien geen busgeld meer? Of heb je misschien niet genoeg geld om de rest van de week te eten? Soms weten we dat de dingen die we doen niet goed zijn en toch doen we het. Dat maakt de Heer Jezus heel erg verdrietig, weet je? Weet je? De Heere God was ook echt verdrietig toen Achan vertelde wat hij heeft gedaan. De Heere God wist natuurlijk wat hij had gedaan. Maar de Heere God heeft aan Joshua gezegd, de familie die dit feit heeft, die deze zonde heeft gedaan, die moet gestraft worden. Ja. En weet je, toen Joshua hoorde wat Achan vertelde, stuurde hij een van zijn soldaten om dingen te halen. Achan die vertelde dus waar die mantel, dat goud en dat zilver was. En Joshua stuurde ze zijn mannen om het te halen. En die mannen van Joshua, die brachten het hoor. Ja, die mantel, dat goud en die zilverstukken. Ze brachten het voor Joshua. En Joshua zei toen tegen Achan, weet je Achan, je hebt de vloek gebracht over je familie. En zo namen die soldaten van Joshua Achan, niet alleen Achan, zijn hele familie namen ze mee naar een plekje ver in de woestijn. En ze brachten ze daar en ze stenigden ze. Ja, allemaal moesten het betalen. Ze gooiden stenen op tot ze allemaal dood waren. En weet je, die plek
waar ze dus gestenigd waren. Daar legden ze dus op al die mensen daar, legden ze stenen neer. En die plek heet dus ook eigenlijk is nog steeds een plek waar eigenlijk heel veel verdriet en pijn is. Nog steeds in dat land. Weet je, hierna, toen ze die mensen hebben gestenigd en toen ze dood waren, zei God aan Jozua, jullie kunnen nu teruggaan naar het land Ai. Want ik ga ervoor zorgen dat jullie de overwinning over deze stad krijgen. De Heer God was toen niet meer boos op ze. De Heer God heeft ze dus inderdaad ook werkelijk die overwinning gegeven. Ik ga eerlijk met je zijn, soms denk ik, oh jee, zo erg hè, dat mensen moesten doodgaan omdat ze hebben gezondigd. Maar dat was het vroeger. Als je een zonde had gedaan, moest je daarvoor doodgaan. Want de Heere God houdt niet van zonde. Hij is heilig. Hij kan niet tegen zonde. Het is misschien een beetje eng, ja. Want wij doen heel vaak zonde, hè. Wij doen zo vaak lelijke dingen. Zo vaak zijn we ongehoorzaam. Luisteren we niet, jakken we. Soms stelen we misschien zelfs niet. Maar weet je, wij hoeven niet dood te gaan. Want de Heere God heeft Jezus naar de aarde gestuurd om voor onze zonde te sterven. Daardoor moeten wij alleen maar op onze knieën gaan, onze handen vouwen en hem vragen om vergeving. We moeten hem natuurlijk wel vragen om vergeving hoor. Want we kunnen toch niet blijven met die zonde? We kunnen niet blijven leven in die zonde. Nee, want dat doet de Heere God pijn. En net zoals het volk van Israël, omdat iemand heeft gezondigd, die overwinning niet kon krijgen van die stad Ai. Als wij in die zonde blijven leven, als wij geen vergeving vragen aan God, kunnen wij ook die overwinning hebben in ons leven? Nee, dan gaat het ook niet goed op school. Dan gaan we misschien ook geen mooie cijfers krijgen op school. Of is er misschien iets dat ons bezig blijft houden en we kunnen maar niet eroverheen komen. Weet je, de Heere God zegt in zijn woord dat als je echt berouw hebt van je zonde, dat wil zeggen, als je het echt erg vindt wat je hebt gedaan, die zonde die je hebt gedaan, dan wil hij je vergeven. Dan wil hij ervoor zorgen dat jij weer een schoon hart krijgt als je hem oprecht vraagt om je te vergeven. De Heere God houdt van ons. Hij houdt van ons net zoals hij van die Israëlieten houdt. En hij wil ons die overwinning geven. Het enige wat wij moeten doen is ervoor zorgen dat wij ons hart aan hem geven, zodat we een kind van hem zijn. En elke keer wanneer we een zonde hebben gedaan, hem vragen om ons te vergeven. En als we proberen om niet meer te zondigen, geloof me, dan gaat hij ons net als die Israëlieten overwinning op overwinning geven. Net zoals ze de stad Jericho hebben kunnen veroveren, zo gaan wij ook alle problemen die we hebben kunnen veroveren. We gaan er bovenop kunnen staan. En dan gaan we ook kunnen juichen en kunnen zeggen, ja, Jezus Heer. Deze boodschap is een belangrijke boodschap. De boodschap die je vandaag hebt gehad, is dat je niet mag zondigen. Je mag niet jokken, je mag niet ongehoorzaam zijn, je mag niet stelen. Dat maakt de Heere God, de Heer Jezus, verdrietig. Maar het mooie van de boodschap is dat Jezus ervoor zorgt dat wij vergeving kunnen krijgen. Doordat hij aan het kruis is gestorven. Dus onthoud deze boodschap goed. Houd die voor jezelf. Vertel het aan mama, aan papa, je broertje, je zusje, iedereen die je tegenkomt. Dat voor jou, maar ook voor mij, er overwinning is door het bloed van Jezus. Laten we de Heer Jezus danken daarvoor. Laten we hem danken voor het verhaal. Maar meer nog danken voor het feit dat hij voor onze zonde is gestorven. En dat wij dus ook mogen weten dat als we iets hebben gedaan, dat we hem vergeving mogen vragen. Laten we eerbiedig zitten. Liefdevolle Vader, dank u wel. Dank u wel voor het verhaal dat we vandaag hebben gehoord van Achan. Achan die was ongehoorzaam. Hij heeft niet geluisterd naar de opdracht die u ze heeft gegeven dat ze niet mochten stelen. Hij heeft dat toch gedaan. Heer, en daarvoor heeft hij moeten betalen. Hij en zijn hele familie zijn daardoor dood gegaan. Heere Jezus, we danken u dat u uw Zoon Jezus Christus voor ons naar de aarde heeft gestuurd. Dat hij voor onze zonde is doodgegaan en dat wij niet dood hoeven te gaan elke keer wanneer we een zonde hebben gedaan. Maar dat we alleen maar vergeving mogen vragen, kunnen vragen. Heere, helpt u ons alvast als eerste om geen zonde te doen.
Heilige Geest, vult u ons helemaal met uw dierbaar bloed. Vult u ons, o mijn God, met uw liefde. Vult u ons, o mijn God, zodat we mogen weten welke keuze we moeten maken. Heer, en dat we niet steeds de verkeerde keuze maken. Helpt u ons om niet ongehoorzaam te zijn. Heer, maar juist om gehoorzaam te zijn. Te doen wat mama, papa van ons vraagt. Helpt u ons om niet te stelen. Helpt u ons om niet te jokken. Die dingen zijn niet van u. Maar vader, helpt u ons juist om een voorbeeld te zijn voor anderen. Heer, en mocht het soms verkeerd gaan. Mocht we soms misschien in de fout gaan, dan bent u genadig. Om ons inderdaad te vergeven en om ons te reinigen van onze zonden. Dank u wel dat we dit mogen leren vandaag. Helpt u ons om deze boodschap te bewaren in ons hart, Heren, en om elke dag weer opnieuw eraan herinnerd te worden dat u God bent, dat u groot bent en dat u genadig bent. Dat u ons wil vergeven als we een fout hebben gemaakt, als we verkeerd zijn gegaan. Maar meer nog, dat u ons wil zegenen, die overwinning wil geven als we onze zonden beleiden en als we leven zoals u dat wil. Net zoals u die overwinning heeft gegeven aan de Israëlieten. We danken u. Zegent u mij, Heer, maar zegent u ook alle mensen die kijken en luisteren. Heer, zegent u zo, mijn God, dat ook zij een zegen mogen zijn voor anderen. Dank u wel. Geef u ons een gezegende dag en een gezegende week. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, voor dit verhaal. Heer, maar ik ben natuurlijk ook echt blij dat ik weer bij jullie mag zijn. En ik hoop dat jullie de boodschap van vandaag hebben gehoord. En niet alleen hebben gehoord, maar ook hebben begrepen. En dat jullie die zullen bewaren in je hart. Ik ben er. Ik ben blij dat ik er ben geweest. Mijn naam is zuster Cheryl Vaneer en ik groet voor vandaag. Ik hoop er heel gauw weer te zijn met een andere boodschap, met een ander verhaal. Voor nu groet ik en ik zeg tot de volgende keer. Dag! Lees je Bijbel, bid elke dag. Lees je Bijbel. Bible.